En hallo iedereen! Jos is al vast. Oh, sorry, was jij eerst? Ja, volgens mij was ik eerst. Volgens mij ben... Oh, ja, wie wil... Rick, wil jij eerst anders? Nee. Je doet je heel emotioneel over, want ik hoor je heel erg... Ik ben bezig met je naam in de Death Note schrijven, Jody. Oh, dat vind ik niet erg, nee. Dan schrijf ik ook even mijn naam erin nu op dit moment en dan werkt het niet meer. Oh ja, dan moet je wel weten of ik hem nu schrijf over een minuut. Oh ja, dat is wel moeilijk. Kut, hè? Daar komen we achter. Je hebt 0,6 seconden. Daar komen we achter. Zien we wie er deze aflevering doodgaat. Daar komen we achter na de intro. Godverdomme, was dat nou zo moeilijk? Ja. Jezus, de hele tijd jullie pek open trekken. Moest gewoon godverdomme nog naar de intro toe. We moeten toch gewoon een beetje een grappige intro hebben. Oh, wat nou grappige intro? Helemaal niet grappig, Juri. Ik vond van wel. Ik vond van niet. Kijk, ik ben op een... Kijk, Death Note en hij staat hier, hoor. Ja, maar ik kan het niet zien. Dat is... Oh, ja, dat zie je wel. Staat er wel mijn achternaam duidelijk op? Ik heb het met een veer moeten schrijven, dus mijn hand zit nog verneuter dan normaal. Staat mijn achternaam ik heb Jordi P, dus ik hoop dat het goed genoeg is. Dat je achternaam is van P, toch? Jordi Pagaslaan moet je neerzetten, Rick. Oh, werkt. Sorry. Ik kan hem nog aanpassen, toch? Of moet ik hem nee, dan nieuw schrijven? Dan moet je dan een nieuwe maken. Oké, dan maak ik even een nieuwe. Voor de mensen die niet weten wat de Death Note inhoudt, moet je bij de serie kijken, Death Note. Ja, echt, oké. Okay. Wat? Ja, klik dit weg, open Death Note, doei. Ja, dat is eigenlijk is dat wel gewoon dan normaal. Dat is kut hoor, want dan moeten ze eerst 37 afleveringen van 20 minuten kijken. Hebben wij weer 37 views minder, weet je. Want in die tijd kunnen ze ook iets van 37 Biontown video's kijken. Een uur. Kijk dan maar gewoon de XXL gameplay niet, want dan heb je gewoon... Ja, dan heb je gewoon, als je nou gewoon... 4 weken lang niet de XXL gameplay kijkt en in die tijd gewoon Death Note. Ja, dan kom je ergens. Dan heb je misschien 12 afleveringen gekeken, maar... Ja, moet je nog even doorgaan. Ja, dit is weer echt een educatief programma. Dit is een zeer educatief programma. Wist je bijvoorbeeld dat 2 plus 2... Ja? Ja, wat zeg het dus? Een, like Minecraft. Een formule is. Voor wat? Voor optellen. Oké. En als je dan is achter zet, 2, dan is het 4. Ja, ik ben zelf persoonlijk meer geïnteresseerd in een zwakke wisselwerking, maar ja, dat, je kunt niet alles hebben, hè? Nee. Toverdrank is meer mijn ding. Oké, cool. Oké. Jullie, jij? Dus, wat gaan we deze aflevering doen? Oh ja, we gaan wat deze aflevering doen. Wat gaan we doen, jongens? We gaan deze Magnemite slopen. IJzer halen, of niet? Wat? Ja, sowieso Magnemite halen. IJs, we gaan IJzer halen, dat gaan we doen. Rick, waar is je mijn? Nou, echt naast het Pokémon Center ergens in de buurt. Ik ben even een boom aan het hakken voor wat charcoal, voor wat torches. Oh, gaan we het zo doen. We hebben ook nog... Tortjes als het goed is, hè? En de kist. Ik vraag me af, geeft een Charmander zijn staart licht? Dat zou zo awesome zijn. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat het mogelijk tering. Is. Ik denk niet dat het zo'n geweldige mod is. Nou, we hebben gewoon nog 45 kool, hè? Ik wil niet veel zeggen, Rick. Maar echt waar? Ik vroeg, hebben we kool? Jij zo blub blub blub, ik ga het niet zeggen. Oh, domme Jordi. Dan moet je het uitvinden. Ik huil hier gewoon door. Huilen. Alsjeblieft, okay. Ik heb tortjes. Kom hier. Nou, ik maak ze lekker zelf. Nou, doe het dan maar. Flikker dan maar net op. Oh, ik zit er even kool in de furnace. Nou, dankjewel. Oké, toortjes. Waar de fuck ben je helemaal naartoe gegaan, man? Ja, diep. Wat? Ik zag niks aan de zijkant zitten. Ik dacht, dan gaan we maar dieper, weet je. Zo graaf je geen anus. Dude, wel. Nee. You don't understand, man. Waar is het glijmiddel, man? Trouwens, Jordi, waarom de fuck zou je een Leviant maken als je ook een fucking... Joel gaat het weer maken. Over anus. Dude, hij snapt niet waarom we een Leafeon hebben. Vince, Vince. Daar Leafeon? Vincent, waarom daar Leafeon? Vincent. Oké. De beste Eevee is... Jordi, leg het eens uit. Oké, het ging zo. We kwamen een steen tegen en toen waren we alle twee opeens ons Pokémon kwijt. Nee, het was dus een Mossstone. Een wat? Een Mossstone. Dat was fucking gay. Ze hebben gewoon, als je dichtbij stenen komt, die bij ons ook achter Pokémon Center staat. Kijk, hier, ik heb gewoon fucking Zubat. Nee, Zubat! Maar jullie waren je Pokémon kwijt in ieder geval. Ja. Oh, wat is Rick, wat doe je? Rick is hier bovenaan. Je mag niet terug, weg. Dat is level 46, flikker op. Nee. Nee, ik wil weg. Hier, kijk, Rick, Mogol. Jordi. Ik word afgemaakt nu, man. Ik heb geen Pokémon meer. Godverdomme, hij is level 46. Hij nakt me in één keer. Ik denk, wat jij wat wil... Als je geen Pokémon hebt, wat gebeurt er dan? Jordi, nee, laat me minen. Ga eruit! Laat me runnen, ik wil niet tegen die Golbat vechten. Jordi, nee, stop. Stop. Ik heb kool gevonden. Yay! Oh, ik ben weer vrij, hoor. Okay. Oh, wauw, nog eentje. Flikker op, man. Wat doe je, Jordi? Nou, Golbat was level 47 aangevallen, man. Ik kan niet escapen. Wow, ik zag de ene dude met dat prijtje in zijn hand. Dat vogeltje met de prijs. Zit hij hier? Farfetch. Ja, kan dat? Ja, die zit buiten. We moeten wel oppassen met al die Pokémon hier zo. Zo trouwens, maar ja. Doe dat, hè. Ren voor je leven. Snel. Die Pokémon zo vervelend vroeger. Oh.
Jullie pas op, jullie pas op! Holy crap. En nice. Ik zit hier met een mine. Oh! Ja, dat doe je toch zelf, ik heb een mineshaft gevonden onder me. Nice. Motherfuck, ik heb redstone, jongens. Redstone. Bijna lapis azuli. En wij zijn. Juri is juist in de mineshaft gevallen. Ik ben in de mineshaft gevallen. Gefeliciteerd, Juri. Ik ben eruit. Ik heb een minecart gevonden met een. Ik heb lapis en coal en ik heb een iron ingot. Hoe de fuck kan ik tegen een goblet van levels... Ik heb iron, jammer bitches. Lek fucking hard. Ik leek fucking hard. Jullie hebben allemaal 1 ping en ik heb 5 ping. Wat is ping? Nou, gefeliciteerd. Pingpong. Ik was in vecht. Oh, op die manier. Oh, kan ook. Het spel bukt gewoon weer. Nee, er zit een Zubat. Er zit hier een Zubat. Pak aan, Zubat. Nee, ga niet vechten met hem. Dat is een Golbat. Godver, nee, ik wil die Zubat vechten. Oh, ik ben dood. Oh, jongens, toch. Je moet wel samenwerken met dit soort mensen. Maar hij pakt het niet. Rick, jij werkt totaal niet samen. Jij zegt samenwerken. Jij werkt helemaal niet samen. En ik heb nu Iron Pickaxe. Ik heb ook al een Iron Pickaxe. Wat lul je? Waarom moest je dan Iron zoeken? Om voor Pokeballs, Anus. Maar jij had ook totaal niet. Waarom had je nog geen Pokeballs gemaakt? Jij hebt wel gemaakt, maar we hebben ze opgemaakt. Ja, precies. Waarom? Jij kijkt deze hele Let's Play niet. Ga weg. Duurt niet. Ga gewoon weg. Mensen willen jou in deze Let's Play zien. Nu waarschijnlijk niet meer. Ga gewoon weg. Wegwezen jij. Niet huilen. Oké, misschien een beetje. Ja, wel huilen. Nou, keihard huilen jij. Maar ik dacht dat... Ah, what the fuck? Water. Yeah. Anders. Dat was... Nee, niet professor Andering. Nee. Professor McGonagall. Ja, die wel. Ja, dat dacht ik al. Nee, je moet even naar beneden komen, man, waar het wel het water is. Hoezo? Ik ben fuck verder naar beneden gevallen. Maar waarom val je dan naar beneden, Juri? Ja, ben ik veel. Heb je al gold? Heb je dat nog nodig voor iets? Ja, ik heb al meer kool, zeg maar, dan kool. Ik voeg gold. Ik heb het meervoud. Oh, ja, ik heb gold. Ook gold. Heb ik ook. Always believe in your soul. Die heb You've ik. You've got the power to know. You're indestructible. Always believe in. Maar even terug naar de vraag. Wat gebeurt er als al je Pokémon dood zijn? Ben je dan dood? Nee, dan blijf je gewoon leven. Waarom gingen jullie dan net dood dan? Wat was er gebeurd? Nee, onze Pokémon's gingen dood. Dus jullie zijn gewoon nog waar ik ook ben? Nee, we zijn dus verder. Ik zit in de mineshaft. Ja, diepe. Wij ook. Ja, nou, ik heb, maar kijk jongens. Ik heb hier een minecart gevonden met een... Holy crap! Lege chest erin. Holy crap, cave spiders! Ja, dat is voor jou zeker. Dat was ik, ja. Jongens, wisten jullie dat cave spiders spawnen? Die spawnen wel eens, ja. Au! Krang, ga weg! Wil je die vangen? Nee, ik denk het niet, maar het zou wel awesome zijn. Maar waar is iedereen nou? Want dit helpt echt totaal niet als we maar één gameplay hebben en niemand... Tuurlijk, we moeten gewoon verspreiden, jongens. Handig. Ik zit in de mineshaft. Ik ben super stoer. Ja, ook in de mine maar net... Rick is niet super stoer. Kijk, en dat bedoel ik nou gewoon. Okay. Huh? Ik heb een Death Note. Maar misschien... Oh ja, dan ben je wel super stoer. Laat maar zitten. Weet je wat die kosten? $5. Motherfucking $10. Had kunnen raden. Ik spin nou weer. Ja. Rick, is het gewoon een... Oh nee, fuck, ik zie bij keer spiderspannen. Nee. Ja, dat doe ik. Dat zei ik net ook. Uit te leggen, dat is spiderspannen. Ja, maar ik wist niet dat ik bij een spanner zat en ik zit anders bij Bedrock en het is fucking donker hier en ik zie geen ene anus. Oh, ik zie wel een anus. Okay. Op de facecam! Met een Pokémon pet! Wie zegt dat ik mijn Pokémon pet op heb? Ik. Hoe weet je dat zo zeker? Die hebben ze juist afgedaan. Kut. Echt waar? Had je hem net afgedaan? Ik heb hem nog op. Ah. Oké, okay. ik dacht al. Had wel mooi geweest als je hem had afgedaan. Dat vind ik wel zo'n rikse. Een goede grap horen. Wat dan? Ik heb alle kool van jullie. Ik heb zometeen full iron. Gewoon omdat ik fuck heb aan alles. Klootzak. Je bent echt een klootzak, Rick. Oh, maar wie heeft er diamond gevonden? Juri. Yep, precies. Ah, man. Onze mooie man. Nee, ik heb wel 10 iron. Wat zal ik ermee doen? Zal ik full iron maken? Wat zeg je dat ik diamond gevonden heb? Ja, ik heb diamond gevonden. Dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. Ik kan er maar geen diamond vinden. Oh nee, kan ik dat niet? Nee. Kom ik straks even vermoorden met mijn diamond sword. Oké. Waarom zou je een diamond sword maken? Ja, gewoon om Rick te pesten. Ja, met mij dood maken. Nu daag je me echt uit om mijn iron armor te maken. Dus zelfverdediging, anders dan Oké, ik laat deze let's play maar gewoon voor wat het is. Laat hem... Laat het gewoon gaan PvP match tussen Jordi en Rick. Fucking Pokémon, dan gaan ze met elkaar... Rick, laten we gewoon onze Pokémon het gevecht uithosselen. Mijn Leafeon tegen jou, level 5 Squirtle. Ja. Ik kan mijn Leafeon sowieso wel aanvallen, laten we daar even... Wat ik eigenlijk moet doen, ik had al zijn moves moeten deleten, alles. Oh fuck, dat had je gewoon kunnen doen, jij. En dan had je helemaal niks gekund, jij. Ik kan sowieso niks hoor, geen zorgen. Nee, je hebt kleine penis. Ja, je kan wel seks hebben met meisjes. Met kleine meisjes. Echt?
Ik doe het alleen. Ik kies er bewust voor dat niet te doen, zeg maar. Wat maakt je vriendin dat nou uit? Ja, over seks misschien. Ja, precies. Mee. Waarom zou mijn vriendin met seks willen dan? Ja. Ik snap het even niet hoor. Waarom gaat het over seks, Pees? Het ging over Pokémon. Ja, oh, weet je, Pokémon kunnen ook seks hebben, dan leggen ze eieren. Dat snap ik ook niet. Waarom leggen die fucking Pokémon eieren? Het zijn toch geen zoogdieren? Jawel. Zo zijn Pokémon zoogdieren. Hoezo zijn Pokémon zoogdieren dan? Ik ga maar dat een hond is ook een zoogdier. Wie is een zoogdier? Een hond. Een hond. Ja. Nou, Pokémon zijn geen honden. Als ik je zuig, dan ben ik best wel een dier. Nog niet. Ja, wij zijn wel zoogdieren. Wij zijn homo's. Is er nu serieus de twijfel wat ik moet doen met mijn 10 iron bars, jongens? Help me even. Oh, nou, wat ik zou doen... zou zeg maar pokeballs ervan maken. Hoe? Ik zou je penis verlengen. Laten we even een regroup point vinden, want dit is gewoon echt... Veel succes. Ja. Veel succes, Yuri. Slash Jordi. Slash al die mensen die met een J in hun naam hebben en shit. Ik ben in de lava gestapt. Ga ik niet dood? Jordi, waarom ben je eigenlijk niet dood? Ik had je toch in mijn Death Note gezet? Helaas, Rick, dat is niet mijn echte achternaam. Wow, plot twist. Is Paga Slaan niet jouw achternaam? Nee. Het staat in de beschrijving. Spoiler alert. Ik krijg er nog steeds met de dag van vandaag nog steeds reacties op. Ik kreeg laatst... Oké, dit is een leuk verhaal te vertellen. Ik kreeg dus laatst een hele informele brief. Of een hele informele mail opgestuurd. Gericht aan... Yuri Pagaslaan. Was het weer een boze moeder die zei dat jouw video's echt niet konden voor hun kleine kinderen? Nee, het was zo'n klein jochie wat aan 49 subs had, wat door mij zeg maar gepromoot wou worden omdat hij dan Minecraft kon spelen. Nee, tuurlijk. Ik snapte die logica ook niet dat hij dan Minecraft kon spelen, maar... Hey. Ja, zonder Jordi geen Minecraft, weet je wel. Hashtag zonder Jordi geen Minecraft. Jordi is de Minecraft godfather. Ja, precies. Jordi zit in de Minecraft mafia, hij vermoordt gewoon mensen die Minecraft... Oh, dat zou wel awesome zijn, de Minecraft mafia. Ja. Minecraft, ik denk nu echt die hele Scarface-scène uit met Jordi die aan een crafting table zit met wat sugar erop, weet je allemaal, wat niet hoopjes zijn. Hé, hey, ik zie iemand rondlopen, wie is dat? Ik ga je vermoorden. Ik zie twee mensen. Ik ga jullie allebei vermoorden. Ik weet niet waar de uitgang is. Ik ben hem kwijt. Ik ben bij Rick's Avonturen, ben je daar? Oké, dat zou ik niet doen als ik jou was. Nee, Rick's Avonturen is wel echt een kut iets. Ja. Jordi, ik zie je volgens mij. Of nee, ik zie Rick volgens mij. Ik zit ook op Bedrock nu. Dus ik denk dat Rick het is. Ik ben bij Rick's karretje met dat kistje erin. Ik heb even een Iron Body gemaakt voor het geval Jordi me dood gaat maken. Hey Rick, ik sta boven je. Tof. Ik ga je niet doodmaken hoor, Rick. Oké, gelukkig. Dat zou verspilling zijn van de Iron Body, weet je. Ik ben ook bij Rick's karretje nu. Je kan mijn Iron Body ook gewoon looten, weet je dat? Rick's avontuur. Nee, maar dan is er weer iets vanaf, weet je. Dat moet je niet hebben. Ik heb hier nog meer Iron gevonden, wat goed. Hé, hey, ik ben ook bij Bedrock. Gezellig. Ja, nou, leuk voor je, Yuri. Nee, dat is mooi, man. Dat is zeker mooi, man. Ah, hij maakte een grapje. Oh mijn god, hij maakte een grapje. Nou, het zal als ik hier niet zo wezen. Gravel the next level, zeg maar, Dick. Ja, het is maar naar Gravel. The next level. Oh, die grap, hoor. Best joke ever! Diamonds! Ik kan nog helemaal. Ik had er geen diamonds gevonden. Dat is de meest fangirl scream ooit. Oh my god. Ik vet even muziek. Ik liep eigenlijk net te lullen dat ik diamonds had gevonden. En het is vlak naast Rick. Het is echt vlak naast Rick gewoon. Rick is net voorbij gelopen waarschijnlijk. Ik word opeens aangevallen door een goalbed. Wat de fuck is dat? Ja, ik zie die goalbed staan. Fight hem! Hey Rick, ik heb de diamonds net voor je neus weggekaapt. Hallo. Ja, mijn anus. Wat is dit nou voor zooi? Zooi. Nou, ik ga hem wel lekker resolieven. Dit gaat echt goed hoor, momenteel. Jongens, het duurt veel te lang. Oh, hij is in één keer dood. Mooi, dank je. Wat duurt te lang? Ja, Doodgaan? Jouw video's gewoon. Kun je ze niet gewoon 10 seconden maken en één per dag uploaden? Oh ja, zoals de rest van de game community doet om meer geld te verdienen. Precies! Ja, zou dat kunnen? Is dat mogelijk of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Oh, nog meer diamonds! Dit gaat lekker! Rick loopt allemaal langs diamonds. Ik ga geen hol van, Jordi. Wat? Oké, wil je het zien nou, Rick? Cause baby, you're a diamond pickaxe. Cause baby, you're a diamond girl. Oh, bedoelden we die? Ik dacht zeg maar die van Wrecking Ball. Dat dacht ik die bedoelde. Ik hoor een nieuwe parodie. Waarom film eigenlijk Jordi's gameplay? Ik bedoel, waarom niet gewoon mijn gameplay? Nou, kijk, dan ga jij dood, zeg maar. Als jij gaat filmen, ga jij dood. Dat is de les. Weet waar ik heen moet. Ik heb een beetje spijt. Dat is een klassieke muziek in de achtergrond. Oké, Rick, wij zijn gereed. Wat je doen? Kijk, hier. We zijn geregroepeerd. Okay, laten wij Yuri zoeken. Nodig, jongen. Heb je een crafting table? Ik ben bij de crafting table van Rick.
Ja, ik plaats overal crafting tables. Ah, ik zie je, Vincent. Of je, I'm back! Ja, je heet Der Vins! Waarom ben je godverdomme Der Vins, man? Ja, inderdaad, waarom heet je Der Vins? Dat is gigantisch op Der Vins. Ik heb een Minecraft-account gehad, man. Ik heb hem echt al sinds de alpha. Ja, tuurlijk. Volgens mij zegt 90% van de Minecraft-spelers, ja, ik speel al sinds alpha. Ja, nee. Dan blijft iedereen om stoer te klinken, Jury. Ik geloof je niet. Je bent hier, ja, je bent nu hier. Het is ook zo. Oké. Jordi, jij speelt toch ook al sinds alpha? Ja. Ja, ik ook. Ik speel ook al sinds alpha. Jij niet, weet je. Minecraft for life. Jij niet. Ja, en Bardo speelt pas ook op! Al sinds alpha en... Oh my god! Oh my god! Oh, prik, pas op! Je zit vast! Oké, nee, we moeten hier echt weg, denk ik. Ik denk dat de spinnen zeg maar aan willen duiden dat dit hun territorium is. Maar... Of dat echt zo is, dan komen we achter in de volgende episode. De vorige episode stelden we de vraag, heeft Jury een SOA? We kunnen erachter komen door naar de website te gaan, www.heeftjuryensoa.nl slash ja of nee. Oké. Okay. Kut video! Dit is gewoon een kut antwoord dit. Maar nee, Jury heeft geen SOA. Nog niet. Komen we vanavond echt achter. In ieder geval. Van deze video lukt dan een groen duimpje. Willen jullie wel abonneren de volgende keer. En de volgende keer gaan we dan verder waar we vorige keer waren gebleven. Vorige keer waren we hier gebleven. 3 homo's in 1 Minecraft gang. Mindstelsel. 3 homo's in Minecraft gang. 1 Minecraft. 3 homo's, 1... Ja. Oké, doei. 3 homo's, 1 pickaxe. Okay, doei. Bye.